In de Centrale Bibliotheek in Rotterdam kwamen 6 taalambassadeurs bijeen om te bedenken waar een echte taalheld aan moet voldoen. Dit alles in het kader van de nieuwe Taalheldenprijs, die in het leven is geroepen om personen in het zonnetje te zetten die zich op een bijzondere manier inzetten voor een geletterde samenleving. Met elkaar bepalen de ervaringsdeskundigen wat de criteria zijn, om ze vervolgens te presenteren en concreet te maken met prinses Laurentien. Wie ben ik om het te bedenken? Wie zijn wij om te zeggen wat belangrijk is? Jullie kunnen dat het beste doen. Jullie zijn natuurlijk ook de vertegenwoordiging van al die mensen in Nederland die we met man en macht met heel veel verschillende organisaties aan het bereiken zijn. Ja, mijn eerste vraag zou zijn, wat is voor jullie een held? Een taalheld is voor mij echt iemand die doorzet, die blokkades overwint en die respect hebt voor degene die het hebben. En ook zeer zeker respect hebben voor degene die het niet begrijpen. En dat die de energie hebt om het uit te gaan leggen. Vinden jullie dat we bij die bruggenbouwer, dat we open moeten laten of je geletterd bent of laaggeletterd? Een taalheld moet bezitten heel veel geduld, vind ik heel belangrijk. Inlevingsvermogen vind ik heel erg belangrijk. Passie, ja, gedrevenheid denk ik ook. De wil om andere mensen te helpen. Een taalheld is zeer zeker belangrijk voor ons. Want de taalheld geeft ons eigenlijk een stem. Doordat ze onze stem geven, gaat de maatschappij ook begrijpen waar onze problemen liggen. En als de maatschappij het gaat begrijpen, dan kan je ook meer hulp krijgen. Oh, nog een 7. Ja. Een 6. Die erbij? Ja, die doen we erbij. Zo. Succes. Voor de taalambassadeur zit het werk erop. Uit tientallen suggesties werden uiteindelijk unaniem de 3 belangrijkste criteria vastgesteld. Inspiratie, daadkracht en succes. Nou, we did it. We did it.